hier echt in de ghetto van Amsterdam. En het stikt hier echt van de drugsdealers. Elke hoek zie je wel een paar drugsdealers en het is gewoon echt doodeng hier. En gekheid natuurlijk. Maar ik wil even een punt maken. En het punt is dat drugsdealers, die snappen het wel. Die hebben het goed begrepen. En wat bedoel ik met drugsdealers die het goed begrepen hebben? Als je kijkt naar de verhalen over drugsdealers, dus hoe komen ze aan klanten? En in feite is het voor hun heel simpel. Het eerste wat ze doen, als mensen nog niet verslaafd zijn aan drugs bijvoorbeeld, is dat ze iets gratis weggeven. En doordat ze iets gratis weggeven, bijvoorbeeld cocaïne of wat voor drugs dan ook, ja, mensen raken verslaafd daaraan. En vervolgens komen ze wel bij je terug om weer dat spul op te halen. En met je business kun je daar wel een voorbeeld aan nemen, maar dan op de positieve manier, in de positieve zin van het woord. En dat kun je bijvoorbeeld doen door iets gratis weg te geven. En dat hoeft niet per se iets fysiek te zijn, maar dat kan ook gratis informatie zijn. Dus dat je tips geeft over wat voor onderwerp je ook mee bent. Wat voor onderwerp je ook mee inzit. Mijn eerste business was een online platenwinkel. En wat ik toen had kunnen doen, was bijvoorbeeld een gratis PDF weggeven. Over hoe je je platen schoon kunt houden. Of hoe je naalden van je platenspeler langer mee zouden kunnen gaan. Of wat dan ook. Dus wees niet te bang om iets gratis weg te geven. Op het moment dat je iets gratis weggeeft, dan is de kans groot, of in ieder geval aanwezig, dat ze terugkomen voor meer. En dat is iets wat je natuurlijk absoluut moet gaan willen. Dus dat was mijn tip voor vandaag. Ik kom net uit de sportschool, ik ga nu weer richting kantoor. En ik zal even gas geven met het scootertje van mij. Doei!